Goedemorgen allemaal. Ik zie hier wat berichten voorbij komen over deurwaarders. En ik wil daar graag nog even wat over opmerken. Voor zover het niet bekend is, maar er bestaan geen deurwaarders met enige vorm van bevoegdheid jegens levende wezens. Ze bestaan echt niet. Niemand mag iets doen jegens ons, het volk. Heel simpel. Als jij een deurwaarder aan de deur krijgt, stel je de vraag namens wie die komt, nadat ze zich legitimeerd hebben. Ze moeten namelijk aantonen dat ze deurwaarder zijn. En je stelt de vraag waar het contract is tussen hen en de persoon die zij daar op papier hebben. Als ze dat niet hebben, zou ik ze gelijk wegsturen en die rotzooi meenemen. Ook niet in de brievenbus laten doen. Op waarschuwing dat je anders de politie belt en dat je ze op laat pakken. Want ze zijn niet bevoegd om bij de deur te komen. Dat is één. Twee. Dat loonbeslag, dat is absoluut strafbaar, want het is namelijk diefstal door jouw werkgever. En dat is natuurlijk heel vervelend, maar dan zul je de confrontatie aan moeten gaan met je werkgever. Want die mag hier absoluut niet aan meewerken. En als je dat doet, is je dus strafbaar. En dan heb je nog stap 3. En dat is dat je gaat bellen naar het bedrijf dat uiteindelijk een deurwaarder heeft ingeschakeld. Want die hebben jouw privacygegevens gedeeld. En dat mag ook niet. En daar zou ik heen bellen, het gesprek ook opnemen en dat sowieso altijd delen op socials. Want daarmee zien mensen wat er allemaal gebeurt. En ze aansprakelijk gaan stellen voor alle onkosten, gevolgen die hun actie hebben. Want zij delen dus jouw gegevens. En ik heb al van verschillende mensen gehoord dat op het moment dat je het op de AVG-wet gooit, dat mensen dan wel degelijk terugbetalen of soms zelfs vorderingen intrekken. Ik wil niet zeggen dat het een garantie is, maar ik zou dat op zijn minst proberen. Ga er direct achteraan bellen. En hoe vervelend het ook is bij je werkgever, ga dat gesprek aan en accepteer dit niet. Want op het moment dat wij dit gewoon laten gebeuren, zo van ja, het is niet anders, dan gaat er dus ook nooit iets veranderen. En we hebben echt niks te verliezen. Helemaal niks. Alleen maar te winnen. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Hey, succes ermee allemaal. En bij vragen, stel ze in de groep. Er komt vanzelf weer antwoord. Gegroet. Hoi.